Na het historisch gedeelte staat nu de nieuwbouw van het hotel bij Kasteel Oost op het programma. Wat gaat er komen en wanneer? Kom maar eens kijken op... Nou ja, je ziet het zo. Wat zijn je plannen voor de nieuwbouw hier? Nou, wij gaan een grote kelder bouwen onder de nieuwbouw. Die kelder hebben we nodig voor, ik zeg even, de logistieke processen. Voorraad, opslag, fitness, misschien een stukje wellness. En daarboven gaan een begane grondniveau komen met een aantal kamers. En dan krijgen we op een gedeelte van de nieuwbouw één laag. En op een ander gedeelte, aan de westkant en aan de zuidkant, komen daar nog twee lagen op. We hebben vergunning voor in totaal 100 kamers, maximaal. Dus de boerderij, het kasteel en de nieuwbouw. Maar we zijn aan het kijken om toch iets minder kamers te maken. Misschien 85, 90. En in sommige van de kamers, zeg maar een vergaderzaaltje... misschien een kantoor voor de directeur, dus ook weer wat logistieke ondersteuning. Hoeveel sterren krijgt het hotel? We gaan voor 4 sterren plus, 4 sterren S, superior. Maar ik wil graag dat de mensen een 5 sterren beleving krijgen. De nieuwbouw zal inderdaad gasvrij worden, maar dat hangt van één ding af. We hebben natuurlijk, om gasvrij te kunnen zijn, een zwaardere elektrische aansluiting nodig. Om die warmtepompen te kunnen laten draaien. Ja, we hebben uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Is ook onderdeel van de vergunning. En met uitgebreid bedoel ik het hele gebied waar gebouwd gaat worden. Is tot op 1,20 meter diep, tot op het grindpakket onderzocht door een aantal archeologen. En wat is de uitkomst? En ze hebben toch wel een aantal dingen gevonden. Allemaal kleine potscherven. In totaal, ik dacht 135. Het is zo dat we de vorm hebben gekozen van een carré boerderij, een carré hoeve. Typisch voor onze streek. Het materiaal is weliswaar baksteen, maar de kleur refereert aan mergel. Dus dat is ook zeg maar een knipoog naar de omgeving. En de daken die zijn heel flauw qua hellingshoek, zodat eigenlijk optisch het gebouw wegvalt in de omgeving. Door de vorm, namelijk een carré boerderij, maken we een knipoog naar het verleden. Vroeger heeft er, ongeveer evenwijdig aan de huidige Kasteellaan, een carré boerderij gestaan. Die is afgebroken. Met die bouwmaterialen is toentertijd de huidige boerderij gebouwd. Maar door zeg maar de keuze van de vorm, namelijk die carré, refereren we aan de boerderij die vroeger langs de Kasteellaan heeft gestaan. Ik denk dat de overlast voor de omgeving mee gaat vallen. We zitten natuurlijk op een zeer ruim perceel, vrijstaand. Het is nieuwbouw, dus het is geen gehak en geboor en gezaag en gehamer. We kunnen alles op eigen terrein oplossen, dus ik denk dat de overlast voor de omgeving gaat meevallen. We werken naar het hotel en de restaurants open eind volgend jaar. Maar de officiële opening, de openingshandeling, is op 28 augustus volgend jaar. Gaat er nog iets veranderen met de toegangspoorten naar het kasteel of blijf je op dezelfde plek? De toegangspoort blijft op de plek waar die nu gesitueerd is. Maar de huidige toegang is natuurlijk maar 1 meter of 3 breed. En dat is te smal voor tegemoetkomend verkeer. Dus waar nu de ingang en ook de grote poort is naar het weiland, dat wordt straks de uitgang. Dus we krijgen een aparte ingang en een aparte uitgang. Waar gaan de gasten eigenlijk parkeren? We hebben het perceel verdeeld in 4 kwadranten. En ik noem even het noordoostelijke kwadrant. Dat is het kwadrant waar de parkeerplaats is gesitueerd.
En dat wordt zodanig gedaan dat eigenlijk de auto's wegvallen achter begroeiing. Ja, we hebben het steeds over bouwwerken, maar ja, het is natuurlijk ook een hele grote tuinlocatie, zeg maar. Hoe zit het eigenlijk met de aanleg van het groen hier rondom? Ook daar hebben we afspraken over gemaakt met de gemeente. Het is de bedoeling dat, dat er in de erfgrenzen toch wat openingen gemaakt worden, zodat het kasteel van meerdere kanten zichtbaar is. We krijgen een parkeergedeelte, we krijgen een gedeelte dat aansluit op het natuurgebied en we krijgen de voorhof en dat is dan de plek waar vroeger de boerderij heeft gestaan en dat is ook de plek die dichtste bij de dorpskern van Oost ligt. Specifiek voor Kasteel Oost vind ik natuurlijk zijn historie en zijn bewoners. En daar zal zeker in een aantal uitingen aandacht aan worden besteed. Dus als mensen hier straks komen, dan kunnen ze zeg maar dingen zien die rechtstreeks refereren aan de rijke geschiedenis. Wil je zelf nog iets kwijt? We houden regelmatig open dagen. De volgende open dag is gepland op 27 oktober. Aanvankelijk was het de bedoeling om vanaf 18 uur, 6 uur 's middags, de open dag te laten ingaan. Maar omdat oktober ook de Sita Slow maand is, hebben we besloten om de open dag te verruimen van 's ochtends 10 uur tot 's avonds 8 uur. Mensen hoeven zich daarvoor niet in te schrijven, ze kunnen gewoon langskomen. Ik kan wel alvast zeggen dat om 6 uur 's middags een kleine activiteit plaatsvindt. Dus dat is wel het hoogtepunt van de open dag. En verder kunnen de mensen op dit moment de bouwkuip zien. Die moet dan klaar zijn. In ieder geval uitgegraven. De vloerplaat moet liggen. En dan krijgen mensen een goed gevoel en een goed beeld van de nieuwbouw. Bedankt voor het gesprek. Met veel plezier.